U ziet de knop Bill bellen. Daar gaan we naartoe als we mensen willen contacten. Dus telefoneren met Bill erbij. Dus daarvoor gebruikt u die knop. Ja. Beeldzorg houdt in dat de cliënt contact heeft met de zorgverlener via de iPad. In de iPad zit een camera waardoor je elkaar kan zien en elkaar kan horen. En beeldzorg is onderdeel van de reguliere zorg. Nou, zou u even een oproep willen maken naar het serviceloket? Serviceloket Paul 4, goedemorgen met Tim. Nou, goedemorgen Tim. Ik spreek met Dallem. Meneer Dallem, hallo, dat zag ik in beeld verschijnen. Ja. U ziet u rechtsboven in een... In het beeld. Ja. Nou, dat is wat Tim aan de andere kant heel groot ziet. Dus je, net als dat wij Tim heel groot zien. Ben je de wolens erop, hè? Nee hoor, absoluut niet. De cliënt heeft ook een mogelijkheid om te bellen naar vrienden, familie en mantelzorger. En die staan dan gewoon in het adresboek, zodat ze makkelijk erbij kunnen. En als ik met mijn hand achter de iPad kom... Ziet u dat ook rechts bovenin in beeld? Dat is wat Tim nu ook ziet. Ja. Ja. Nou, als u dan weer op de camera rechts onderin drukt, dan krijgt Tim u weer te zien. De handelingen waarbij we meekijken bij een cliënt zijn bijvoorbeeld insulinespuiten, stomazorg bijvoorbeeld, medicijnen controleren en aanreiken eigenlijk. En dan graag even de eenheden 38. Ja. Ja, ik heb het gezien hoor, Wilma. Helemaal goed. Ja? Oké. Prima werk, en tot de volgende keer hoor. Ja hoor, dank je. Dag. Maar zo kunt u ook bijvoorbeeld de iPad oppakken en gewoon, gewoon door het hele huis lopen en alles in uw huis laten zien. En naar Tim blijven kijken. En dan bijvoorbeeld naar Tim blijven kijken, dat zou kunnen. Dus ja. Cliënten vinden het heel erg prettig dat wij meekijken via het beeld. Ze hebben toch het gevoel dat er toch een controle is. En de meeste mensen hebben toch niet het meeste vertrouwen dat ze het helemaal zelf kunnen. Maar dat ze toch die controle hebben dat ze bijvoorbeeld de goede eenheden spuiten. Of dat ze de goede medicijn of het goede tijdstip nemen. Tim, bedankt voor het gesprek. En je haar zit aardig. Beter als mijne. U ook bedankt en ik hoop u snel een keertje terug te zien. Oké, dat doen we zeker. Nou, dan mag u afsluiten. Nou, zo werkt het beeldbellen als het ware. Maar u kunt het dus ook met een huisarts doen of een wijkverpleegkundige. Dus dan kunt u gewoon op afstand kunt u gewoon bellen met die mensen om uw verhaal te doen of dat er iets is. Als ze dat hebben, het systeem. Ja, precies. In de beeldbel-app wordt er meer aangeboden. Dat zijn bijvoorbeeld spelletjes, ontspanning. De krant lezen kunnen mensen zelfs. Er is bijvoorbeeld ook een live bingo waar mensen kunnen inbellen en live kunnen meedoen met de bingo. Maar heeft u nu op dit moment nog vragen? Nee. Ja. Nee. Nou, inderdaad, het is spelende wijs. Leert u er steeds mee te maken? Nou, leer je er mee om. Ja. Dus gelijk als met een computer, als je daar een nieuwe voor krijgt. Is het ook even zoeken. Ja. En dan, Wat mij zelf opvalt aan als ik beeldzorg verleen, is dat de cliënten eigenlijk ook gewoon het sociale praatje via de iPad houden. Wat je normaal hebt als je gewoon bij iemand thuis bent, dat hou je ook als je met de iPad belt. Het is niet dat je alleen maar belt voor de handeling, maar mensen willen toch ook even hun verhaal kwijt. En dat vinden mensen ook wel heel erg prettig.